Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is het grootste filmfestival van Nederland... ...dat sinds 1972 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. Elk jaar gaat eind januari in Rotterdam een gras van films in première... ...die gedurende de rest van het jaar in Nederland te zien zullen zijn. Onder deze films verstaan wij vele korte en lange films uit alle delen van de wereld. In deze les leert u over het International Film Festival Rotterdam. Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders bedoeld is? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Tijdens het grootste filmfestival van Nederland staan de kleinere, onafhankelijke en artistieke films van vaak weinig bekende regisseurs centraal. Hoewel er niets tegen Hollywoodfilms is, en deze ook gedraaid worden, Trekken de kartenfilms de meeste bezoekers tijdens dit festival? Het festival houdt niet op bij de uitgang van de filmzaal. Naast filmvertoningen is er in de programmering ook volop ruimte voor bijvoorbeeld muziek, optredens, borreltjes, talkshows en feestjes waarop volop gezongen en gedanst wordt. Een groot cultureel evenement. De kaartverkoop voor het Internationale Filmfestival Rotterdam staat ieder jaar rond 15 januari op de website van het Filmfestival Rotterdam. Lidmaatschappen op Tiger Friends en Patte kunnen al één dag eerder hun kaarten kopen. Dit zijn nationale bioscoopabonnementen die populair zijn bij zowel de jeugd als bij de ouderen. Omdat het Filmfestival als een groot cultureel evenement wordt gezien, zijn de kaarten op verschillende festivallocaties te koop. Bijvoorbeeld ook in het theater De Doelen. Ieder jaar worden de krachten gebundeld met verschillende filminstituten om een dag van première's van korte films door heel Nederland te verzorgen. Om de positie van de Nederlandse film op de internationale markt te verstevigen, staan tijdens het filmfestival de filmmakers van de Nederlandse films centraal. Aan de hand van de successen op dit filmfestival worden films geselecteerd voor de grote filmfestivalen van Berlijn, Sundance, kan en nog vele anderen. Naast de bekende Tiger Awards, waar genomineerde regisseurs aan het eind met een geldbedrag van 15.000 euro naar huis gaan, zijn er ook minder grote awards die alsnog internationale erkenning en belangstelling met zich meebrengen. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders is? Alle films tijdens het IFFR worden tentoongesteld in een originele taal. Vaak zijn deze films ondersteund met Engelse ondertiteling. Alleen een kleine selectie van alle films zijn volledig in het Nederlands of Nederlands ondertiteld. Nederlanders hebben een hoog niveau van zowel Engels, Duits als Frans. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke Nederlandse film heeft u wel eens gekeken? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com. En tot de volgende keer.